Pardon, ik vind net deze. Is deze misschien van jullie? Nee. Onze taxi staat voor. Dus als ik deze hier laat liggen, dan kan ik daar even... Oh, pardon. Sorry, is het goed als we even hier leggen? Want wij moeten nu net de taxi pakken. Ik ben Niels. Ik ben Martijn. Ik ben Joost. Welkom bij Gierigast. De afgelopen 4 jaar hebben de gierige gasten het toppunt van gierigheid meerdere keren bereikt. Gierige gasten. Ik ben een hoogwerker. Kijk jij wel een beetje uit hier naar beneden, sukkel? Nu vinden ze het tijd om te testen of de bekende Nederlanders, ondanks alle luxe en faam, ook nog een beetje gierig zijn aangelegd. In deze serie zullen bekende Nederlanders de beste video's van de gierige gasten proberen na te doen. Ja! Lekker Marty! Ja! De deelnemers van deze week, Jessie Jess Fuik en Sophie Milsink. Sophie Milsink is naast haar pikante foto's op Instagram niet meer weg te denken van YouTube. En Jessie Jess Fuik, uitgeroepen tot mooiste vrouw van Nederland. Gaan deze looks haar door deze aflevering heen slepen? Dames, welkom. Leuk dat jullie mee willen doen aan dit fantastische format Gierigast Vips. Nou, thanks. Ben je er klaar voor? Spannend? Ja, ik hoop het. Ik ben benieuwd wat voor opdracht we krijgen. Ik vind het doodeng. Ik schijt in mijn broek als ik heel eerlijk en even subtiel zou mogen zijn. Ik snap dat jullie het spannend vinden. Het is natuurlijk niet heel gek. Jullie zijn natuurlijk hele lieve, knappe, schattige dames. Maar voor vandaag moeten jullie toch wel echt een beetje de ballen bij elkaar gaan rapen. Want het is niet geheel zonder risico. Jullie gaan namelijk de portemonnee-truc doen. Meneer, is deze portemonnee voor u? Wij gaan nu vandoor. Dan laat ik hem gewoon even hier liggen. Dan geef ik hem even door aan de kassa en als jij dan eventjes kan aangeven dat die in ieder geval hier ligt. We zaten naast een hele goede vriend van mijn moeder. Hij wil voor ons betalen. Dus als je onze rekening in de helft zet. Ja. Ik denk dat Jessie de charmes in de strijd moet gooien en dan vreet ik het eten wel gewoon op. Mijn partner of crime, Sophie, ja die kan dit wel. Ik heb wel echt vertrouwen in haar. Ze is wel lekker grof gebekt. Ze is ook niet heel erg bang. Dus ik denk dat we wel een top duo zijn. Want jij had er ook heel zwaar mee toen, toch? Ja. Ik had ook echt zoiets van, stel het gaat fout, dan gaan we redden. Ja, en je hebt maar één kans en op het moment dat je betrapt wordt, ben je ook echt de lul. Ik ben bang dat het niet lukt en dat, ja, dan misschien dat ik toch voor lul staat eigenlijk. Dat moment incasseren, ik weet niet of ik daar klaar voor ben. Dat je dus gepakt wordt op stenen, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dat is niet best. Ik weet dan niet hoe ik me wat verhoud. Ik zou dan op de grond gaan zitten en gewoon gaan huilen. Ik bedoel het niet zo. Wij gaan in ieder geval lekker meekijken in de bus en wij gaan genieten. Vandaag gaan we even lekker niks doen. Lekker is dat, hè? Wij hebben lekker rustig dagje. Top. Mogen we misschien de wijnkaart zien? Ja. Is dit onze slachtoffer? We zitten gewoon niet in een hele voordelige positie nu. Nee. Als in er iemand naast ons. Zeker niet in een voordelige positie. Dat is het hele idee van het item. Ja, maar het is wel zo, het is wel handig als er iemand direct naast je zit. En dat vind ik niet bij. Die gozer achter hen kan het zijn. Ja, dat is wel waar. Dat is idealer dan hem ga je niet krijgen. Ja, ik vind het gewoon straks zo slecht. Dan loop ik gewoon ergens langs bij iemand. Oh, is deze van u? Ik wil dat wel doen. Ik wilde vroeger altijd heel graag acteren. Oké, dus Sophie gaat de truc uitvoeren. Ja, dat is duidelijk. Gaan we dingetjes bestellen? Ja. We willen sowieso vooraf de pizza tuna en de tonijn tartaar. De kreeft. Een steak. We mogen daar ook een portie zoete aardappelfrietjes bij. En wil je nog wat bites? Voor nu is het genoeg, thanks. Cheers. Oh, ze hebben lekker champagne, lekker hoor daar. Ja, die nemen het ervan. 3 per persoon. Zo, die nemen het behoorlijk. Oh, lekker hoor. Zo, doe maar de grote oesters. Godverdomme, ja nu... Ja, zij weten wel hoe het moet als je er niet voor gaat betalen. Ja, ik heb met Niels ook kaviaar besteld. Maar je zegt dat je geil wordt van oesters. Ja, dat het een aphrodisiak is. Een soort lustopwekker. Ja, moet je voorstellen hoe wij straks thuis komen. Dus mij hebben ze het over ons. Echt waar? Dat ik word echt paranoia. Volgens mij vinden ze ons wel een beetje een raar geval. Ik vind hen ook raar. Ik wil wel dat ze blijven, want zij zijn een slachtoffer. Kut. Al oesterslurpend komen wij erachter dat onze slachtoffers zojuist het pand hebben verlaten. Want jullie te veel zitten te zuipen, dames. Ja, natuurlijk zijn je slachtoffers dan weg. Bijster toevallig zijn zojuist mijn 48 Spaanse tantes gearriveerd. Oh, wel gezellig. Geen idee of dit nou in ons voordeel gaat werken. Dit klinkt niet echt best eigenlijk. Lekker schat.
Ik keek me ook nog helemaal niet. Ik wel hoor, kom maar door. Ik vergeet ook gewoon haast een beetje dat we hier straks gewoon voor weg moeten rennen. Dat we een slachtoffer moeten vinden. Ik heb echt het gevoel alsof het echt een soort Mission Impossible 6 is. Dat straks Tom Cruise met een soort helikopter naar beneden komt. Dat we naar boven kunnen klimmen. Stel je voor je werkt bij de CIA of zo. Heb je alleen maar van dit soort dagen? Ik kan toch zeggen, ja echt, een super grappig mens. Je komt een oude schouder tegen, die staat erop om voor ons te betalen. Ja, ze beginnen een beetje dronken te worden. Hij gaat ook niet naar haar toe lopen. Ben jij toevallig haar schat? Nee. Dat is natuurlijk... We vinden gewoon straks een slachtoffer. Ja, even naar de wc gaan en kijken hier aan me zitten. Geef eens je vlog. Ik ga even kijken wat lukt. Ik zit nu in de wc. Ik heb net even gekeken wie er nog zit, maar het is dus echt vet rustig. Dus het wordt nog best wel een krum dit te doen. Oh jongens, het wordt zo kut. Maar het gaat ons lukken. Het moet ons lukken. Ik heb ze. Nou, het gaat gebeuren. Ik sta helemaal stijf van de spanning. Oh, ze zijn eruit. Nou, vertel. Mensen zijn gekomen en gegaan, maar er zit dus nu net een nieuw stel. Een man en een vrouw, die zijn hier gewoon aan het eten. Ja. En het idee is nu... Jij laat het. En dan zeg ik steeds van jullie blauw. Dan gaan we. Ja. En zeg ik echt dingen. Zo bizar. Kom ik dus net gewoon mijn woord tegen. Die staat er voor ons om dat te betalen omdat ik mijn rijbewijs nog niet heb gehaald. Of net mijn rijbewijs heb gehaald. Hoe komen ze nou met dingen bij rijbewijs? Gaan we dat doen? Wat gaat het verhaal dan zijn? Is deze portemonnee van jullie? Dan kom je van een andere ruimte met een portemonnee aan. Dat is toch super raar? Pardon, ik vind net deze. Is deze misschien van jullie? Nee. Onze taxi staat voor. Dus als ik deze hier laat liggen, dan kan ik daar even... Oh, pardon. Sorry, is het goed als we even hier leggen? Want wij moeten nu net de taxi pakken. Oké, top, dankjewel. Ja, nu zijn ze uit beeld. Kut, hoor jij ze nog? Ik zie ze niet. Hé, hey, super toevallig. Wij komen net haar oom tegen in de straat om voor ons te betalen. Maar hij moet wel met die portemonnee zwaaien. Hij geeft haar nu die portemonnee. Shit, Jas, kom erachteraan. Nee, shit. Kut. Oh, je zou het wel gevonden. Ja, nou, ja. Creditcard waarschijnlijk dan. Gast, nee, kom, ik moet ze gaan helpen, kom. Dames. Jullie rennen in één keer uit het beeld. Wat hebben jullie gedaan? Wat is hier misgegaan? Jullie zijn in één keer het beeld uitgerend? Natuurlijk. Wat denk je zelf? Niks ging mis, het ging goed. Ik ging het goed. Uiteindelijk is het gelukt. Alleen. Maar ik zag hun zitten en ik loop zo achter het hoekje vandaan. Ja? Ik denk, kut, ik heb hem nog niet gevonden. Ik zeg, nou, ik zie hier deze portemonnee. Ja. Kan ik deze even hier laten liggen, onze Uber ligt voor? Ondertussen steek ik haar in haar ogen. Oftewel, dit is super ingewikkeld geworden, maar jullie hebben wel gewoon gratis geluncht, toch? Ja, en hoe? Dus ik kan niet meer. Gelukt. Nou, ik vind het nog discutabel. Ik vind dat de kijker mag beslissen. Is het gelukt? Ja of nee? Hallo, de portemonnee-truc is niet gelukt. Maar je hebt wel gratis gegeten. En voor die prestatie mogen jullie ook de outro doen. Super bedankt voor het kijken. Dit nooit meer. Nee, nooit meer. Voortaan gewoon lekker betalen voor je eigen lunch. Is toch veel fijner en prettiger zitten. Maar het is gelukt. Rol, beroerte en hartverzakking naar huis. Echt feliciteer met je rijbewijs, hè, schat? Nou, zie je God heeft het weer op ons gemunt. Ja, karma!